Yo mensen, tof ik uit de video. Mijn naam is Wesley van FIFA 1999. We hebben vandaag weer een nieuwe Dirk Kuyt Feyenoord Career Mode. En vandaag hebben we heel wat wedstrijden op het programma. Jullie zien het al. Deze aflevering duurt 27 minuten. Bijna een half uur. De langste video tot nu toe op dit kanaal eigenlijk. En ik ga deze video ook in twee keer opnemen. In twee delen. Dat gaan jullie niet merken. Want ik doe het gewoon in één keer. Want ik doe nu één deel. Vandaag, voor mij is het vandaag nu maandag en morgen doe ik het andere deel dinsdag. En dat is de dag dat jullie de video zien. Morgen komt de video dus weer rond 3 of 12 online. Ik denk misschien iets later, omdat ik vrij ben van werk en dan ik weer uitslaap. En dan dat ik wel de video dus nu eerst de eerste 7 à 10 minuten opnemen. Daarna de laatste 7 minuten. Ik denk dat ik eerst 7 minuten nu opnemen, daarna de laatste 10 minuten. Daar merk je dus vrij weinig van. Maar goed, ik heb al van ver wat voor opgenomen. Hier zien we dus nu de ik ben zo in de war, volgens mij zit de kwartfinale. Bijvoorbeeld tegen Liverpool toch, als ik me niet vergis. En dan heb ik al de spelerskermis opgenomen, waar we al naar een nieuwe club gaan. Ik ga nog niet verklappen wie, maar dat zien we dan morgen. Ik bedoel, ja, jullie zien naar welke ploeg we gaan voor volgend seizoen bij de spelerskermis. En donderdag gaan we ook het seizoen afsluiten met de Dirk Kuyt kermis. Waar we ook naar een nieuwe club gaan met Dirk Kuyt. En ook dat zien jullie aan het eind van die aflevering, aan het eind van de wedstrijden van dat seizoen. Ga ik dus met Dirk Kuyt naar een nieuwe club. En ik weet al welke het is. Ik kan wel vertellen, het is wel een hele mooie club. Kan ik jullie meedelen. Ik kan misschien iets verklappen. Het is een ploeg in Spanje waar ik ga coachen met Dirk Kuyt. Maar goed, verder verklap ik niks. Ook qua assistenten die er mee gaan, verklap ik ook niet. Dat zullen jullie allemaal de aankomende dagen in dit kanaal. Maar goed, de Feyenoord Kuyt is het tot zijn eind gekomen, bijna. En het is toch een beetje een legendarisch moment. Want mijn kanaal begon met de Feyenoord Kuyt. Tuurlijk, het komt nog terug in FIFA 21. Komt heus wel af en toe nog terug als zometeen weer de Dirk Kuyt Kuyt is gestopt, weet je wel. Als het te lang door zijn gegaan. En dan ga ik weer met een andere coach beginnen bij een lage ploeg. En dan opgaan naar Feyenoord en dan zo weer. Weet je, het kan allemaal. We weten hoe het gebeurt in FIFA. En zeker in een loop van tijd als FIFA 21 alweer uitkomt. Maar goed, dat is nog lang niet. En ik weet niet of dat überhaupt nog doorgaat in verband met het coronavirus. Maar goed, morgen is voor jullie, voor mij ook trouwens, bevrijdingsdag. Vandaag is het 4 mei waarop ik dit opneem. Voor jullie is het 5 mei. Maar allemaal 1 minuut stil te houden, hoop ik. Ja, ik sowieso 1 minuut stil te houden. Alhoewel, op het moment dat ik het opneem is het nog niet 8 uur. Dus, nou ja, goed, ik heb het dus wel al gedaan. En misschien komt er ook de zaterdag, hier komen we trouwens op 1-0 in deze wedstrijd tegen Liverpool. Maar ik ben even een verhaal aan het vertellen tussendoor. Dat vind ik ook wel leuk en dat vinden jullie af en toe overal volgens mij leuk om te horen. Maar in de Rudy, Wes en Rudy avonturenserie komt denk ik zaterdag een video over de bevrijdingsdag, over de dodendenking. Ik denk dat er ook een lied bij komt, dat we allemaal 1 minuut stil moeten zijn. Nou, dat zijn we dan al lang geweest, maar toch ga ik in die Wes en Rudy aflevering van aankomende zaterdag daar aandacht aan besteden, denk ik. Ik moet even een liedje schrijven, maar dat gaat wel lukken, denk ik, op een tekst van een bekend duo uit Nederland. Maar goed, dat gaan we vanzelf wel zien. Deze wedstrijd staan we dus op 1-0 voorsprong. In 21 minuten staan we dus nog steeds op die 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker was, wie dat was, ben ik even kwijt. Want ik heb natuurlijk niet opgelet. Maar goed, maakt niet uit. Jullie hebben het gezien. En nu gaan we dus volgende aanval hopen dat we heel sterk kunnen zijn in de Kuip. Linssen wordt weggestuurd. Linssen, Diemers. En het is 2-0 voor Feyenoord. We staan voor in de Champions League wedstrijd tegen Liverpool. Dit is de kwartfinale. Want ik weet ook wie de halve finale is. Dat weten jullie ook zo meteen. Maar dit is de kwartfinale tegen Liverpool. Ik kan verklappen, de volgende wedstrijd, de halve finale, is ook tegen een Engelse club. En ook oude bekenden van ons. Maar goed, dat gaan jullie aan het eind van deze video zien. Is gewoon deze wedstrijd afzien te spelen. Savic. Maar nee, kans nu voor Liverpool. Weghaalt de Aarons. Hoekschop wel voor Liverpool. Hoekschop genomen door Salah. Salah, Mané. Mané komt er langs. Mané, Fabinho. Fijn, hij moet druk zetten. Dat gebeurt niet goed. Fabinho, en het is de bal op de paal. Gelukkig geen doelpunt voor de ploeg van
God, moet ik nadenken. De ploeg van Liverpool. Ja, de ploeg van, ja, ik weet niet wie de coach, maar goed. Senesi. Linse. Zit trouwens te denken. Natuurlijk moet ik, als de aflevering 27 minuten duurt, moet ik, doe ik nou, weet je, ik doe nou eerst 10 minuten en daarna 17 minuten. Maar goed, we komen hier op 3-0. Doelpuntmaker Mark Diemers. En, ja, het is mooi dat hij weet te scoren. Het is net een minuut. Chong. Ver. Linse. Pjanic. Salah. Salah. Komt er een kans voor Liverpool. Komt de kans voor Liverpool. Roberto Firmino. Wij kunnen goed verdedigen. IE. 41e minuut. Senesi. En de bal gaat erin. Een eigen doelpunt van Marco Senesi. Wat een klungelig doelpunt is dit, zeg. Voor de Feyenoorder. Marco Senesi. De Feyenoord komt op een tegendoelpunt. Door een eigen speler notabene. Senesi. Pjanic. Pjanic. Salah. Goeie paas. Diemers. Maak Diemers. Komt er dan al het antwoord van de Feyenoord. Diemers. Linsen. En de bal aan de van Alisson. Geen 4-1. Alisson met de doeltrap. Salah. Kan hij de bal behouden? Salah. Pjanic. Salah. Aanval voor Liverpool nu. Salah. Malatia. Feyenoord winnen aanval. Feyenoord onderschept goed. Chong. Chong. Diemers. Goed. Linsen. Feyenoord winnen aanval. Linsen kan een antwoord maar geven. Ja, 4-1. Feyenoord komt op voorsprong. En Brian Linsen is de doelpuntenmaker. Zoals zo vaak in de Champions League. Heeft het laten zien. Brian Linsen. Spelers blij. Supporters blij. Feyenoord blij. Brian Linsen. Het is een mooi doelpunt voor hem. En fijn dat hij weet te scoren. 4-1. Ondertussen de 57e minuut. Tweede helft. Roberto Firmino. Komt er langs. Komt er een kans. Snelle redding van Bijlo. Goed gered door de doelman van Feyenoord. Toornstra. Die niet Toornstra natuurlijk. Salah. Weggehaald door Toornstra. Dat wou ik zeggen. Toornstra. Niet goed, want Salah heeft hem. Salah, Pjanic. Pjanic. Kans nu. Pjanic. En het is 4-2. Doelpunt voor Liverpool. We staan nog voor. Maar wel weer gevaarlijk. Nog een kwartier te gaan. Chong. Goeie paas. Linsen. Nou, Linsen. Maak weer je doelpunt, jongen. Jongen. Linsen. Ren ik van Alisson. Geen 5-2. Wissel bij Liverpool. Hoeschop bij Feyenoord. Diemers. Nashing. Nashing goed. IE in handen van Alisson. Alisson. De bal nu klem. Mané. Aarons. Nashing. Kans voor Feyenoord nu misschien. Linsen onderscherp. Diemers. Kans nu voor de Rotterdammers. Nee, de bal onderuit gehaald. Nou, niet de bal onderuit gehaald, maar de speler van Liverpool onderuit gehaald. De bal nog steeds voor Feyenoord. Diemers met kans. Nee, de bal weggehaald door Robertson. Geen 4 of geen 5-2. Alweer niet. En wel weer de gele kaart voor Mark Diemers. De wedstrijd er bijna op. En dan gaan we de wedstrijd voor de Eredivisie in. Maar Feyenoord dat hier dus nog op een 5-2 wil komen. En dan wacht natuurlijk nog de wedstrijd in Liverpool. Afstandsschot van Nashing. Schot geblokt. De rebound van Van Beek. En die zit erin. Het is 5-2 voor Feyenoord. Zal het laatste doelpunt zijn van de wedstrijd. De Feyenoord die je maakt. 5-2 voor de ploeg van Dirk Kuyt. Feyenoord lijkt zich te plaatsen voor de halve finale. Maar dan wacht natuurlijk nog de andere halve, de kwartfinale. Tegen Liverpool in Liverpool. Die moet Feyenoord ook goed afzien te sluiten. Pjanic. Kans nog. Kans nog voor Liverpool. Bal over. Roberto Firmino. Doeltrap voor de doelman van Feyenoord. Bijlo. Aarons. Slechte paas. Bal nog steeds voor. Weer voor Liverpool. Fabinho. Fabinho. Roberto Firmino. Kans. Tackle ingezet. Weggehaald. Jee. En dan komt er nog een derde doelpunt. 5-3. We gaan wel winnen, maar toch is het voor de uitwedstrijd weer een lastige of een moeilijke, ja, irritante stand. 5-3. En het kan zomaar ombuigen in een uitwedstrijd natuurlijk voor Feyenoord. We weten hoe Feyenoord het is in uitwedstrijden. Chong, en het is gespeeld. We winnen met 5-3. Wachten natuurlijk wel nog een uitwedstrijd. Maar dat lijkt een makkelijke, of niet makkelijke. Ja, je weet maar nooit. Het lijkt ook lastig te worden. Maar goed, laten we hopen dat het voor Feyenoord niet zo lastig wordt. In ieder geval,
is deze wedstrijd gespeeld. En jullie gaan zo meteen of nu kijken naar de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Die ga ik die spelen. Nee, die simuleer ik. Dat dacht ik al. Die simuleer ik dus. En die winnen we met 2-0. Dat is mooi. En de volgende wedstrijd is het tegen Liverpool. En dat gaan jullie nu zien. Oh ja, en we accepteren een bondscoachschap van Noord-Ierland. Ja, en dan gaan we eerst het interview in de persconferentie vooraf gaat aan de tweede wedstrijd tegen Liverpool. We hebben natuurlijk gewonnen uit. Nee, thuis was het nou. Ik ben even helemaal de weg kwijt. Maar nu gaan we dus proberen deze wedstrijd in het zakje te doen. En door te gaan naar de halve finale van de Champions League. Deze aflevering die 27 minuten duurt. Dit is het tweede deel die ik opneem. Jullie merken er vrij weinig van. Maar voor mij is het nu dinsdag. En voor jullie nu dus ook. Maar goed, we gaan kijken. Hier gaan we even een paar aanpassingen doen. Ik ga Nashing in de basis zetten voor Kalou. Die nou dus even wat rust krijgt. En we zetten even kijken. Skrtel eruit. En zijn vervanger is niet IE. Of wel? Jawel, IE. Ja. Kalou gaat ook niet mee. Bottegi gaat mee. En ook niet Skrtel gaat mee. Maar even kijken. Wie zou ik meenemen? Diemus is geschorst. Dan neem ik Bozenik mee. Dan gaan we zo. Dit is de bank. Dit is de opstelling van deze wedstrijd. Laten we hopen dat we het goed kunnen doen. Van Heijn neem ik ook nog mee voor Arzakan. En dit is toch de elf die het gaat doen tegen Liverpool uit. En wij moeten dus uit ook een goed resultaat zien te verslaan tegen Liverpool. Toch wel een grote Liverpool. Ook hebben we er thuis veel van gewonnen. Of met veel doelpunten mee gewonnen. Toch is het nog het Liverpool wat heel veel namen heeft. Salah onder andere. Ik ga niet zo lang of de hele ding kijken. Ik ga gewoon gelijk beginnen. 5-3 gewonnen thuis in eigen Kuip. En nu dus wacht Feyenoord dat het toch wel een moeilijke uitwedstrijd in Liverpool. Gine. Aanval voor Liverpool. Goede paas door Pedro Firmino. Verdediging van Feyenoord. Weg Senesi. Gelijk is de kans. Maar Bailo redt goed. Hoekschop voor Liverpool. Gelijk. Pjanic. Geeft hem voor. Weggehaald. Weggehaald door Arons nu. Linssen raakt de bal kwijt. Roberto Firmino. Carriaval. Roberto Firmino. Savic, Roberto Firmino. Liverpool duidelijk de eerste minuten. De beste op het veld. Mooie schietkans en de bal overgeschoten. Door Savic volgens mij, als ik me niet vergis. Een fijne macht tot opnemen met Bailo en Senesi. Arons, goede paas op Toornstra en Berghuis. Feyenoord met de eerste kans van de wedstrijd. Lins gaat er net overheen. Weggehaald door Carriaval. Opgevangen. Op Pjanic en weggeschoten richting Firmino. Maar komt bij Arons aan. Arons. Toornstra. Leroy Fer. Saimak. Nashing. Goed. Linssen, Nashing dan met de kans en de redding en de rebound. Zit er ook niet in. Wat een missen van Leroy Fer. Die had erin moeten zitten, maar hij zit er niet in. 37e minuut ondertussen. 38e minuut. En dan steeds een 0-0 stand hier. Voor Feyenoord geen probleem. Op deze stand gaat Feyenoord gewoon door naar de halve finale. Maar toch is Liverpool de ploeg die nou toch wel meer dingen laat zien. Pjanic met een goede tackle van Senesi. Geen overtreding. En dus geen stafschop. En Nashing is weg. Nashing, Saimak Berghuis. Ja, nu goed. Berghuis. Goeie één keer paas op Linssen. Linssen dan schieten. Linssen. 1-0 Feyenoord. Vlak voor rust. Brian Linssen. Het is 1-0 en 6-3 in totaal. En het is de spits die weer scoort. Het zo belangrijk is in deze Champions League. Brian Linssen. Mooi gedaan door Berghuis en Saimak. Een goede paas gegeven op Linssen. En die kan hem goed afmaken nu. Het is 1-0 voor Feyenoord. In de eerste helft. 44e minuut. Zag het Feyenoord dus toch nog onverwachts met een 1-0 de voorsprong de rust in. Virgil van Dijk, Robertson, Virgil van Dijk, Fabinho. En nu de aanval nog voor Liverpool. Bal terug naar achteren, voor Liverpool laat. Deze is al denk ik maar even gewoon zoals het is. Het is ook zo. 1-0 de voorsprong voor Feyenoord. Wachten nog een hele tweede helft natuurlijk voor Liverpool en Feyenoord. Maar Feyenoord de bal heb. Bozenik. Ingekomen voor Linssen in de rust. En ook een middenveld erin gekomen, zag ik. Alleen dan zag ik echt niet zo wie erin kwam. Hier de kans voor Feyenoord tot 2-0. En die gaat erin. Saimak 7-3. 2-0 in deze wedstrijd. Feyenoord lijkt wakker te worden. In de tweede helft. En het eind van de eerste helft. Robertson. Liverpool. Weer met de kans. Robertson, Fabinho, kans voor Liverpool nu. Fabinho van afstand aan de van Bailo.
geen 3-0. Maar slecht uitgetrapt door de doelman wil ik niet zeggen. Maar de bal is wel voor Liverpool. Zeg gedaan door Saint-Marc. Salah. Kans voor Liverpool en hij gaat erin. Het is de 1-2. 4-7 in totaal. We staan nog voor, maar wel weer... voor deze is het dan op een zijde draadje. In totaal niet, want daar staan we nog ruim voor. Dus een kopbal van de Guzman, die erin kan voor Fer, gaat er niet in. 69e minuut, nog steeds die 2-1 voorsprong voor Feyenoord. 7-4 totaal. Robinson. Goeie tackle van Narsing. Overtreding van Narsing, denk ik. Ja, overtreding van Luciano Narsing. Ja, maar geen gele kaart, dat scheelt. En nog 5 minuten officiële speeltijd bij de 2-1 voorsprong en de 7-4 totaal voor Feyenoord. Bozeniek kan voor de 3-1 gaan. Bozeniek geeft hem af. En die laat Toornstra. Nee, weer niet. Weer een bal die hard overgeschoten wordt. Die had er toch in moeten gaan van Jens Toornstra. Maar dat lukt hem niet. Geen 3-1. Feyenoord lijkt de wedstrijd te gaan winnen met een 7-4 eindstand. Totaal 2-1 voor deze wedstrijd in Liverpool. Maar het kan nog steeds voor Liverpool. Kan nog steeds een gelijkmaker komen. Mané is weggestuurd. Mané, Feyenoord moet verdedigen. Dat gaat niet goed. Mané. Maar nee, kans voor Liverpool en de paal en nu weggehaald. Malatia, wat slecht gedaan. Bijlo kopt de bal naar het doel. Wordt als Dave een billenknijper voor Feyenoord. IE, Roberto Firmino herovert de bal bij gevaarlijke plek. Kans voor Liverpool en de redding van Bijlo. Die keept echt een goede wedstrijd. In de extra tijd komt er één keer de kans voor Liverpool op een gelijkmaker deze wedstrijd. Maar ze gaan niet meer winnen. Feyenoord gaat door naar de halve finale, dat is een feit. Maar het ligt eraan, ja nu dus, ik wou zeggen wanneer het ligt eraan wanneer de scheidsrechter afluit en dat doet hij nu. Feyenoord wint met 2-1 van Liverpool, 7-4 in totaal. Dat betekent dat Feyenoord doorgaat naar de halve finale van de Champions League. En ik kan jullie mededelen, het is tegen onze oude bekende die we ook in de finale van de Europa League hebben gehad. Dat is Manchester United, die hebben we dus in de halve finale van het Champions League toernooi. We gaan een beetje de interview naar de wedstrijd in, jullie weten dan hoe dat gaat. Ik praat er gewoon even ondertussen tussendoorheen. En de volgende wedstrijd die ik nu ga spelen is de wedstrijd tegen PSV. De finale van de KNVB-beker. Dit is ook deze laatste wedstrijd die we spelen in deze aflevering. Morgen hebben we de spelerscreme. Die duurt 20 minuten. Dit was gewoon even een extreem lange aflevering. De volgende Feyenoord-creme, dit is voor je donderdag. Dat is de afsluiting van het seizoen bij Dirk Kuyt, zoals ik al zei. Met Dirk Kuyt krijg je helemaal bij Feyenoord. We gaan daarna door naar een andere ploeg met Dirk Kuyt. En dat zie je dan donderdag. Maar gewoon eerst nog even de wedstrijd tegen PSV spelen en daarna tegen Willem II en Heracles simuleren. Maar goed, laten we ons eerst maar focussen op die bekerfinale tussen Feyenoord en PSV. We gaan het spelen met het basiselftal gewoon. Dat we hopen dat we die beker, de KNVB-beker, dit jaar wel kunnen pakken. Vorig jaar konden we niet doordringen tot die finale. Toen verloren we van Ajax. Nu hebben we van Ajax gewonnen met 3-1 thuis. En nu hopen we dus van PSV te winnen. Die van Utrecht won met 2-1, als ik het goed las. En Feyenoord die zich dus... Dirk Kuyt wil zijn eerste prijs dus pakken als coach van Feyenoord. Wacht er natuurlijk ook nog een halve finale van de Champions League. En zo ja, ook nog de finale van de Champions League. Kampioen kunnen we niet meer worden. Dirk Kuyt gaat niet lukken om kampioen te worden met Feyenoord. Als coach dan wel te verstaan. Want de spelen is het natuurlijk wel gelukt. En hoe? Als coach dan nog niet. En hij gaat sowieso weg aan het eind van dit seizoen. Dit is de opstelling van Feyenoord. Het is over dezelfde basis zelf. Zij maken nog steeds in de basis. Diemers die nog niet in het elftal is gezet door Dirk Kuyt. Dit is de opstelling van PSV. Geen verrassende namen. Niet onbekend. Ja, sommige. Eli en Bernardo kende ik niet. 5 minuten gespeeld. PSV op jacht naar het eerste aanval. Bruma. Houdt hij de bal? Dat gaat wel goed hier. Gutierrez, Feyenoord moet verdedigen. Tackle ingezet. Gutierrez nog steeds. Gutierrez. Tackle nog een keer. Gutierrez in de redding van Bijlo. Goeie redding van de doelman van Feyenoord. Hoekschop PSV. Hoekschop genomen. Kopbal in handen van Bruma van Bijlo. Kopbal van Bruma. Gutierrez en Baumgartel. Verkeerde uitworp van Justin Bijlo. Dus de bal weer voor PSV. Oh, zorg genomen de PSV. Toornstra kan er krijgen hem zo zijn voeten. Terug naar achteren. Die gooit Fer en Kalou. Kalou. Spelers die je in de gaten moet houden zijn Linzen bij Feyenoord en Bruma bij PSV. Hier slechte paas. Lucas onderschept. Doan. Gutierrez. Iatare. Thomas. En Balde. Iatare. Goed. Leroy Fer. Onderschept door Feyenoord nu. Saint-Marc. Leroy Fer. Goeie paas. Berghuis. Steven Berghuis. Dat gaat niet lekker. De bal nog steeds nu weer voor PSV. Bruma. Iatare.
Iataren. Skrutel. Ik heb de bal niet onder controle. Bruma. Bruma. De gezet door Skrutel. En de ingooi is voor Feyenoord. Genomen door Arons. 17 minuten gespeeld. De 0-0 nog steeds. De stand hier in de Kuip. Niet in de Kuip, in de Arena, sorry. Natuurlijk is het thuis, maar we spelen in de Johan Cruijff Arena. In FIFA is het nog steeds. De bekerwedstrijd wordt in de Johan Cruijff Arena gespeeld. Jammer genoeg. Omdat de Kuip nog niet in FIFA zit. Wel in PES trouwens. Maar dat verheel terzijde. Thomas. Thomas druk gezet. Onderschept op Berghuis. Berghuis, Kalou. Kalou helemaal daar. Niemand die aan de buitenkant staat nu. Ja, Linssen en Malatia die opkomt. Nu zijn Mak en Malatia. Nee, in één keer door. Ver. Dat kan ook. Vliegen hoor. Ver. Aan de van de keeper. Lucassen. 27e minuut. Iataren. Iataren. Bernardo. Berghuis zet druk. Dat lukt wel. Aan de ene kant. De bal komt bij Toornstra. En Berghuis. Vinden elkaar altijd goed. Berghuis. Dit is een slechte paas op Linssen. Onderschept een Baumgartel. Bernardo. En PSV nu weer richting het doel van Feyenoord. Gutierrez, Iataren. Druk gezet op Feyenoord. Dat gaat niet goed, want Bruma kan daar langs. Bruma, kans voor Feyenoord nu. Bruma, bal getackle, harde tackle daar. Bal dan naar voren gegeven, gekopt in handen van Justin Bijlo. Kopbal was volgens mij van Balde. Feyenoord nu weer snel met de uitdoren, weer snel met de aanval. Leroy Ver en Arons. Laatst genoemde nu aan de bal. Arons, Berghuis, goed. Kunnen we nu het doelpunt maken dan eindelijk. In de 36e minuut. Steven Berghuis wordt naar uitgehaald. Strafschop. Strafschop Feyenoord. Bal op de stip. Was het nog te buiten? Ik denk dat het te buiten was. Wat komt er in ieder geval voor kaart voor de PSV'er? Baumgartel. Gele kaart. Maar volgens mij, voor mijn gevoel was het er binnen. Maar hij geeft hem de buiten. Want Torsten staat klaar voor de vrije trap. Gaan we ook met Torsten nemen? Of wordt het Kalou? Ik ga het denk ik met Torsten nemen dit keer. Kijken hoe Torsten zich houdt. Nee, toch Kalou. Ik ga toch Kalou proberen. Kalou heeft zo'n goed gevoel toen de tijd toen hij kwam als eerste keer dat hij gelijk had die vrije trap scoorde. Nu hoop ik dat hij dat weer doet. Kalou. En de bal op de paal niet erin. Wat ongelooflijk dat die bal er niet in gaat. Onderkant lat en niet erin. Hij is van de vrije trap bij Feyenoord. Normaal gesproken zou Torsta de vrije trap nemen. Maar toen hij die eerste vrije trap maakte voor ging staan voor de vrije trap, scoorde hij gelijk prachtig. Maar nu, de laatste tijd niet. Dus buitenspel van PSV. 42 minuten ondertussen, waar Feyenoord de aanval weer zoekt. Hier met Toornstra en uiteindelijk is het dan toch nog Toornstra die hem maakt. 1-0 voor Feyenoord. Jens Toornstra maakt hem uiteindelijk toch nog. Omdat hij die vrije trap niet mocht nemen. Schiet hij nu wel die 1-0 winnen in de bekerfinale voor Feyenoord. De KNVB bekerfinale. Dan is het 1-0. Mooi doelpunt van Steven Ben. Dus mij nou, van Jens Toornstra. Zo vlak voor rust. Thomas. Baumgartel. Gutierrez. PSV lijkt het een beetje... Een beetje langzamer te gaan spelen nu de rust nadert. PSV wil ook niet met een grotere achterstand de rust in. En de extra tijd zit er ook bijna op. Sterker nog, de extra tijd die zit erop, denk ik. Nee, want PSV heeft de aanval natuurlijk, want Doan. En nu zit de tijd er wel op. Het is gespeeld. De eerste helft dan wel te verstaan. Het is 1-0 voor Feyenoord. Jens Storm staat het doelpunt te maken. Wachten nog een hele tweede helft voor Feyenoord om duit in het zakje te doen en de beker binnen te halen. De eerste prijs is voor Dirk Kuyt als trainer van Feyenoord. Won natuurlijk met de beker al met Utrecht en Feyenoord als speler. Hier komen we uiteindelijk op de 2-0 voorsprong. Het is Brian Linssen die hem maakt. In de 52e minuut Brian Linssen voor Feyenoord. Komt Schuurveld erin bij Feyenoord voor Kalou. Maar Feyenoord is Feyenoord de ploeg die op de 2-0 komt. Kalou naar de kant. Zijn vervanger is Schuurveld. Intussen nog 20 minuten gegaan. Iataren. PSV lang niet meer gezien deze tweede helft. Eerste helft kwamen ze nog wel eens uit, maar de tweede helft totaal niet. Hier misschien dan nog Gutierrez. Lammers. Gutierrez. Kans bij Loret. Eerste kans weer voor PSV na zo'n lange tijd. En nu nog 10 minuten te gaan. Weer PSV die de doelpunt wil maken. Kan zomaar gebeuren. Terug naar achteren. Iataren onderschept door Malatia. Doan. Sumiviel onderschept weer terug. Verne en Sumiviel eigenlijk. Nee, je gaat naar Toornstra. Berghuis staan. Berghuis en Toornstra vinden elkaar altijd perfect. Weer terug op Toornstra. Kan ze tweede maken? Nee, geeft hem aan Linssen voor de 3-0. Nee, de redding van Zoet. Wissel IE komt erin voor Skrtel bij Feyenoord. En de hoekschop is voor Feyenoord. De hoekschop nemen is Summerfield. Kort richting Berghuis. Toornstra dan vanaf staan. Toornstra, het is 3-0. Prachtig afstandsschot van Jens Toornstra. En Feyenoord gaat de beker winnen in de Johan Cruijff Arena. Is het 3-0 voor Feyenoord. Een prachtig afstandsschot van Leroy. Van Jens Toornstra. Keeper tas mis. De verdediging tas daar nog mis. Die er vlakbij kwam.
Maar hij gaat erin. Nog 5 minuten te gaan. En de 3-0 voorsprong is een feit voor de ploeg uit Rotterdam. Hier de bal bij Berghuis. Berghuis. De bal geen vrije trap. De bal is nog steeds voor Feyenoord. Linssen. Tjong, de invaller. Tjong, superviel dan nog een keer. En de bal hoog over. Wedstrijd zit er bijna op. En de 3-0 voorsprong is een feit. Zeker nog de extra tijd zit erop. En we winnen de KNVB-beker. De eerste prijs voor Dirk Kuyt als coach van Feyenoord. Spelers juichen. Zijn blij. Linssen is blij. Torsta is blij. Malaatje is blij. Bijlo is blij. De reservespelers plus wisselspelers zijn blij. Iedereen is blij in het stadion. Feyenoord supporters in de Johan Cruijff Arena. Het is onwaarschijnlijk, maar toch gebeurt het. Het mag in FIFA. En gelukkig mag het in FIFA, want zo winnen wij dus de KNVB-beker met 3-0. Nog een laatste minuut doelpunt van Jens Toijstra. Van afstand. Bijlo de aanvoerder mag de beker omhoog houden. En zo hebben we dus onze eerste prijs als coach van Feyenoord als Dirk Kuyt zijnde gewonnen. Maar er kan er nog een mooie prijs komen natuurlijk. Champions League. Maar ja, dan moeten we heel, heel goed gaan spelen. Het kan in FIFA. Laten we hopen dat het lukt. Bijlo viert nog het feestje met de cup. Senesi naast hem, iedereen achter hem aan. Dat betekent toch wel dat Feyenoord de beste was in het bekertoernooi. Won van Ajax. Dat was wel een goede wedstrijd op zich natuurlijk. Want vorig jaar verloren ze de halve finale tegen Ajax. En nu dus die finale tegen PSV wonnen ze. In de finale wedstrijd, we zijn natuurlijk helemaal blij en heel erg, heel erg opgewonden over de toekomst. Als coach, dit is ons laatste jaar bij Feyenoord. Ik zei het al, en de toekomst hopen natuurlijk bij onze volgende club. Ik ga niks zeggen waar het is, welke competitie het is. Maar ik zou wel zeggen dat het hele verrassende, maar ook mooie club is. Omdat hij ook nog, het is nog wel een, ik wil niet zeggen kleine ploeg, maar niet zo'n grote ploeg zoals Manchester United of Manchester City of Barcelona. Nee, het is nog een stapje lager. Kijken, interview de dingen, spelers, oké, prima. Heracles gaan we simuleren en Willem 2. Dat betekent dat de volgende wedstrijd, de volgende aflevering gelijk beginnen met de wedstrijd tegen Manchester United. Tegen Heracles simuleren we en die winnen we met 3-0. En tegen Willem 2 simuleren we en die winnen we ook met 1-0. Dat is mooi voor de competitie. Volgende aflevering is de wedstrijd tegen Manchester United. Dat zien jullie donderdag weer. Morgen de spelers Kremhout. Ik bedank voor het kijken naar deze video. Druk op het duimpje als je hebt gedaan. En zeg ik zoals altijd en zoals nu, later.